ben Charlotte. Ik ben Casper. Wij zijn twee leerlingen van het CLD Technasium. En wij gaan jullie nu laten zien wat je doet bij een project van ONO. Bij elk project van ONO heb je een opdrachtgever. Dit is meestal iemand van buitenaf die een probleem heeft, die wij als technasiumleerlingen gaan oplossen. Elk project begint met een kick-off. Bij de kick-off komt de opdrachtgever zelf langs om het project en de opdracht uit te leggen. Jullie krijgen ook een opdrachtboekje waarin alle opdrachten staan en ook een tussen- en een eindpresentatie. Bij de tussen- en eindpresentatie vertel je aan de opdrachtgever wat je tot nu toe hebt gedaan. Bij ONO werk je in groepjes. Deze groepjes bestaan meestal uit 3 of 4 personen en in het groepje moet je veel overleggen en samenwerken. Ik ben nu een PV aan het schrijven. Een PV is een persoonlijk verslag. En daarin schrijf je wat je deze week hebt gedaan en hoe de samenwerking verliep. Bij ONO werk je in op deelopdrachten. Deze deelopdrachten zijn opdrachten waar je stappen naar je eindmodel toe gaat. Een voorbeeld van een deelopdracht is een mindmap. Nog een ander voorbeeld zijn de schetsen. En weer een ander voorbeeld is een infographic. Bij een infographic vertel je met plaatjes en tekst wat je wil vertellen. Dit is bijvoorbeeld mijn infographic voor mijn project. Om een eindmodel te maken heb je gereedschap nodig. En die kan je hier vinden. Aan het einde van ieder project stop je al je deelopdrachten samen in een verslag. Dit verslag lever je bij de eindpresentatie in bij de opdrachtgever. Casper is even de opdrachtgever. Hier heb je mijn verslag. Bedankt. In een verslag komt ook een conclusie en een discussie. In de discussie vertel je hoe de samenwerking verliep en in een conclusie vertel je wat je uiteindelijk hebt bereikt. Dit was onze vlog weer. Heel erg bedankt voor het kijken. En veel plezier met het kiezen van jullie school. Doei! Doei.